Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. En in deze aflevering gaan we weer verder met het gekke Sully mannetje. En we gaan door naar de TU Angst. Het was iets, we moeten weer een nieuwe missie doen. Wat is er? Van de TU Angst vanavond te versieren? Ja, om de TU Angst te laten weten wat er gebeurt als je dolt met Terry en Terry Perry. Oké. Klinkt grappig. We gaan een huis versieren. Maar ik dacht, we zitten natuurlijk bij de vijand. Waarom zou je dan een huis willen versieren? Nou, we gaan hier het laddertje eens op, want ik weet niet of we hier naartoe moeten. Ik denk het wel, aangezien de pijl hier wel naar boven staat. En ik denk dat we hier via het dak iets moeten gaan doen. Het is ook nacht in één keer in het spel. Dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien in Unity. Dus dat ziet er wel heel gaaf uit. Hier moeten we trouwens helemaal niet zijn, dus ik weet niet wat ik hier op het dak doe. Maar we hebben wel een mooi overzicht. We gaan dus even kijken. Hij wijst naar het gebouw aan de overkant met die vlag daar. Nou, je hebt tenminste niet van die vervelende mannetjes die continu op je schieten en elke keer je een dreun geven. Dus de coins kan ik niet kwijtraken, gelukkig. Wat zien we hier? Een postertje? Waarom kan ik dat postertje? Ik zie wat... Shit, ik zit in... Oh shit, ik zit in een verkeerd gebied! Ik zei niks! Je kan... Ja, je wordt... Oh shit. Sorry, ik zei niks. Je wordt inderdaad gewoon kaart afgemaakt door die gasten. En ik probeer nu weg te komen. Snel! Kom op! Kom op! Ja, ik ben gevangen. Dit ging niet goed. Oké, we zijn verder gekomen. Kunnen we nog verder het dak op? Jazeker. In de hoop dat er niet van die gasten zijn. Oh, brul! En we zijn bijna helemaal boven. We gaan via dit dakje gaan we naar het andere dakje toe. Dat is de enige manier om daar te komen. Dus we gaan hier via de soort van grinder gaan we weer met onze poten. Verkeerde kant op, Vincent. Ja, goed zo. Dat gaat beter. En hier kunnen wij het uit gaan voeren, denk ik. De pijl staat hier naar beneden. Kunnen we hier ergens... Ik snap er nou niks meer van, maar volgens mij moeten we hier heel erg stil doen. Nee! En ze gaan me zien, hè? Oh, shit. Nee! Ik ben onschuldig, verdenk me niet. Weg. Nou mensen, ik moest helemaal terug om een pakketje op te halen, want ik moest die hele rugzak gaan kopen. En ik moest dus zelf uitzoeken met welke knop ik dus het vuurwerk kan afschieten. Er zit dus vuurwerk in mijn rugzak. En dat moet ik dus gebruiken om naar binnen te gooien bij die ramen. Oké, nou, dus ze hebben zeg maar... Ja, ik wist niet dat je dat moest doen. Dus ik moest helemaal terug naar het land om weer een rugzakje te halen. En nu heb ik dus een rugzakje en daar kunnen we dus vuurwerk mee naar binnen gooien. Dat wist ik dus niet. En ik haal gelijk even die rode dop. Want dat is mooi. Wat is het? Elegante tanden heb ik vrijgespeeld. En daar zijn de raampjes waar we dus vuurwerk naar binnen kunnen gooien. En dan... Het is ook nacht geworden. Ik denk dat het daarom ook zo vet is dat je dat vuurwerk ziet. Daar loopt wel een bewaker. Dus ik ga eens even wachten wat hij gaat doen. Want hij mag mij niet zien namelijk. Ik ga even hier achter verstoppen. Dan ziet hij me waarschijnlijk toch niet. Zal hij me hier zien? Natuurlijk niet. Ik ben hier toch verdekt opgesteld? Kijk, hij ziet gewoon niet waar ik ben hier. Goed zo. Ja? Gaan we weg? Goed zo. Draai jezelf om en ik hoef je niet meer te zien. Oké, en dan moeten we gaan sluipen en dan moeten we daar vuurwerk doorheen gooien. Gaat dat lukken? Ja! Oh, hij is mij... Oh, hij gaat gelijk achter mij aan, joh. Weg mensen! Stomme bewaker heeft me gezien natuurlijk. Die wordt helemaal gek. Je mag natuurlijk niet zomaar zooi naar binnen gooien. Zo. En daar nog even twee naar binnen gooien. Ja. Dan gaan we daar nog één naar binnen gooien. Oké, nou moeten we gaan uitkijken, want er komt nu allemaal politie achter me aan. Ik ga maar eens even hier op het parkeerplaatsje kijken. Dat mag wel. Ik heb namelijk een rood dopje. De campuskleuren hebben we vrijgespeeld. We moeten nog twee raampjes doen. De beveiliger is dat daar. Oké, we gaan ons slag slaan, let op. 1 en 2. En wegwezen. Yes! We did it. Zie je wel, we hebben het gehaald. Dat 3 hoofden beter waren dan 2. Oké, dat is mooi. We hebben het gehaald. En we hebben een gouden ster toegekend. En we krijgen ook een flinke beloning. Wordt gelijk ook overdag. Zullen we even een fiets oproepen, want die heb ik namelijk ook gekocht. En dan gaan we even een stukje fietsen. Met RT ga je vooruit, met LT ga je achteruit. Spring en duw om een trucje te doen. Hou op een reling of rand. Het ging zo snel. Ik kan niet eens even lezen wat er staat. Maar goed, dat geeft niet.
we gaan eens even kijken, want wat kunnen we hier doen? We kunnen hier ook nog allerlei dingetjes halen, maar we zouden eigenlijk de missies gaan doen, hè? Dus ik ga eens even op zoek naar een missie. En dat kan het best op zo'n prachtige fiets die we hier zien. Ik kan er ook mee springen, zoals je ziet. Ik kan er ook kunstjes mee doen. Ik zie daar wel een nieuwe missie. Ik ga er eens naartoe fietsen. Ik denk dat dit nog altijd sneller is dan lopen. Hè? Dat denk ik wel. Hier. Hallo meneer. Of mevrouw. De TU-angststudenten beginnen iets te vermoeden. Volgens mij moet je er eens snel laten schrikken. Je weet wel. Zodat ze zich geen rare dingen in hun hoofd halen. Oké, dat is inderdaad misschien wel slim als we dat even doen. Nou, daar loopt er een. Bij de veerhal. Hè, de bange hal. En ik hoop niet dat ik deze kant opkom. Dan ga ik hem gewoon besluipen. En dan doe ik daar in één keer mijn bro actie. Dat ga ik gewoon nu al doen. Let op. Hij mag zich niet omdraaien. En dan in één keer. Rrr, hij wou zich omdraaien. Je zag het. Hij wou zich omdraaien. Maar ik was te slim. Ik was veel te slim af. Hij rent weg. En ik volg hem eigenlijk. Want daar zit ook de tweede gast die we moeten laten schrikken. En hij zit hier. Oh, hij zit daar. Laat ik hem nog schrikken? Ja, het kan. Oh nee, chips! Waarom zag hij me nou? Opzouten jij. Nee, je ziet me niet. Weg. Goed zo, loop maar naar de andere kant. Goed zo. En ik loop achter hem aan en ik zeg zo in één keer. Yeah! Dat was hem. Oké, mooi. 375 plekjes op punten tegen 410. Nou, dat klinkt goed. Maar we moeten nog steeds meer punten krijgen. Want we moeten wel bovenaan staan met de score. Vind je ook niet? Versieren. Ik ga niks versieren. Ik ga naar de opdracht die daar aangegeven staat. Er zijn nog twee opdrachten hier. En misschien nog wel meer natuurlijk. Dat hoop ik wel. Hallo, wat gaan we hier doen? Weet je wat deze plek nodig heeft? Meer Monsters University. Laten we even flink wat munten verdienen. Door MU spandoeken op hun deurontwerp, school en hun studentenhuis te hangen. Dat vind ik een heel goed idee. Dat had eigenlijk een idee van mij kunnen zijn, maar oké, je hebt hem ingepikt. Ik vergeef het je wel. Ik zie ook dat Don een quest heeft hier. Don, belangrijk, die man. Die heeft altijd wel hele belangrijke questen. En ik denk dat we hier maar eens eventjes omhoog gaan klimmen. Als het mag. Als de reling mij niet ziet als een skateboard, dan vind ik het allemaal goed. We gaan hier naar boven. En we hebben een rode top gevonden. En daarom springen we eventjes verder. En kunnen we daar naartoe? Ja, misschien wel als we dit zo doen. Kijk, dan komen wij daar wel uit. En ik wil nog even dit doen. Kijk eens. Zo. En dan gaan we hier naar boven. En dan kunnen we een spandoek kunnen we eventjes eraf halen. Huppakee. 1 van de 4. Nou, nog 3 te gaan. Heel goed geteld, Vince. En waar staat die andere? Die zit op dat andere stuk dak. Hier worden heel vaak missies gedaan op die stukjes daken. En het zijn altijd dezelfde. Maar dat geeft niet. Als we gewoon deze missie halen, is het gewoon goed. En halen we die punten ook voor de school. Hier, huppakee. Het tweede spandoek. Wat gebeurt er? Ik ben serieus. Oh, dat was een raar iets. Ik werd er afgeteleporteerd van heel het gebouw. Dat zag er heel raar uit. Er zijn heel veel rode doppen trouwens in de game. Echt te veel. En die laten we schrikken, die vleermuisjes, dat wij naar boven kunnen klimmen op deze regenpijp. Altijd gele regenpijpjes. Hier staat een mannetje. Hallo. Oh, dat is een... Oh, shit. Oh, dat is een bewakertje. Ik dacht, het is gewoon een mannetje. Oeh, nee. Shit. Hij laat me er vanaf vallen. Chips. Wachten. Oké, nu een soort van rennen. En hopen dat hij me niet pakt. Hij pakt me en hij laat me eraf donderen. Ja. Sluipen. Gaan sluipen. Zonder dat hij het ziet dat ik er ben. Yes. En de laatste. Dat is deze. Huppakee. En huppakee. Wat wil je me dan maken, hè? Meneer? Ja, nu wil je niks meer, hè? Nou, doe je niks meer, hè? Oh, hij gaat me aanvallen als ik hem aanval. Oké, dat doe maar niet. Doeg! De volgende quest zit hierboven. Hallo, mevrouw. Is het een vrouw? Ja, het is een mevrouw. Het enige wat lelijker is dan de TU-angststudent zijn die waterspuwbeelden op hun gebouwen. Rol ze in wc-papier en laat de TU-angst weten wat ze ervan denken. Ik vind het goed. Ik vind het helemaal goed. Als jij dat vindt, dan doen we dat gewoon. Het is ook een beetje... Oh, daar is al... Oké, dan selecteren wij de playborstel ding. Wie weet hoe het heet. Even zoeken waar die zit. De wc-papierwerper. En die vuren wij dan op het desbetreffende item. Zoals die waterspuwen daar. Kijk eens. Huppakee, dat is de eerste. 1 van de 6. Nou, waar zit die tweede? Moet ik daar ook weer naartoe? Potverdorie.
Het is toch wat? Kan ik hier naar boven? Ja. Nee, dat pakt hij weer niet. Ik zit op de bovenste drempel. Ik denk dat ik naar de andere kant moet en dat hij daar ook op de hoek zit. En kijk op die rugzak. Hartstikke leuk bedekt met I love MU. Zo. Dat is de tweede. Dan gaan we naar de volgende. Die zit daar bovenop, zoals je zag. Maar dus moeten we eventjes gaan klimmen. Anders komen we daar niet boven. Dan hoort die muziek hoe heerlijk. Hier zo klimmen wij erboven. Zo. En dan zeggen wij, hocus pocus, Pilatus pas. Ik wou dat dit een wc-rol was. Gaat hij doen? Gaat hij niet doen? Misschien nu? Ja, kijk eens. En ik gok dat hij ook aan de andere kant zit. Dus wat we gaan doen, is dat we even gaan omlopen. Maar volgens mij zit aan de ene kant zit een hek. En hier zit dus helemaal niks, gelukkig. Van het gebouw zitten twee kanten aan. Dus ik durf al bijna te zeggen waar die andere wc-rolletje zit. Er zit waarschijnlijk op een gebouw aan de ene en de andere kant. Ik pak gelijk dit rode ding. Zo, en dan gaan we gelijk oversteken naar hier zo. Oh, het bekende gebouwtje waar ik al 10.000 keer vanaf ben gekukeld. En ik geloof dat daarboven zit die prachtige waterspuw, hoor. Kunnen wij hem schieten vanaf hier? Ik denk dat hij het wel haalt, ja. En die tweede zit natuurlijk helemaal aan die andere kant. Oh jee, dat wordt pittig om daar te komen, denk ik. Maar we gaan het wel proberen. Ik ga gewoon via deze kant ga ik proberen te komen. We lopen gewoon een beetje om, maar dat geeft niet. We gaan het fixen door deze vlag te pakken. En dat doen we alsof er niks is gebeurd. 720 vlaggetjes hebben wij gehaald. Deze bankjes kan ik ook wel even kapot slaan. Nee, dat kan niet, want ik heb een rugzakje om. En met dat rugzakje kan je niet meer normaal een bunchen. Dus niet meer hè, met die armbunchen. Ja, kunnen we dat ding pakken hier? Zo, hebben we gelijk gedaan. De barbecue grill ontgrendeld. Altijd leuk om een barbecue grill te hebben. Kunnen we hier nog verder omhoog? Jazeker. En dan? Hier zit je gewoon vast. Hier kun je gewoon niks doen, zeg maar. We gaan weer terug. Kom, wij zijn de makers van de game en wij maken gewoon random dingetjes. Maar ja, je hebt er gewoon helemaal geen moer aan. Maar voor de rest is het gewoon hartstikke gaaf dat het erin zit. Wij pakken de wc-borstel ding. En ik hoop dat we nu wel kunnen schieten erop. Ja, gaat dat lukken? Nee. Ik ga wat dichterbij staan. Gaat het nu lukken? Jazeker. 6 van de 6. En ik ga naar beneden en dan pakken wij dat rode dopje. Zo. 385 punten hebben wij al gescoord. Dat is redelijk veel. En we hebben vonken gekregen. Hoe heet dat? Vonken? Oké. Okay. Het heeft waarschijnlijk al 10 keer in beeld gestaan, maar heb ik er gewoon overheen gelezen. Vonken. Dus het heet geen magie of magische ballen of noem maar op. Het heet vonken. Nou, zo kan je het ook noemen, hè. Oké, okay, ik wil heel erg dringend naar Core. Ik weet niet of die zo heet. Don heet die, maar ik noem hem Core. En Don die heeft dus een nieuwe missie. Hij heeft meestal wel belangrijke missies, die man. Blij dat je er bent. Ik heb net het laatste scorebord bekeken en de angst TU ligt voor op ons. Als je hier een dubbele grapstarter kunt plaatsen, staan we zo weer bovenaan. We moeten een dubbele grapstarter plaatsen. Maar waar moeten we die plaatsen? Heb ik die gekocht? Ik ga heel goed kijken bij de speelgoedwinkel. Want voor hetzelfde geld heb ik die niet gekocht. Ik heb deze gekocht. Ik heb deze niet gekocht. Wat was het ook weer? De dubbele nog wat. Ik weet niet hoe die heet, joh. Maar volgens mij heb ik wel de meeste dingen gekocht. En de meeste dingen zijn ook vergrendeld. Je hebt die, de ochtendkrant schieten. Die kunnen we ook wel vergrendelen op zich. En anders gaan we gewoon verder met de volgende missie. Ja, kom maar op. Je bent er, cool. Hey, hoi. Je leidt de TU-angststudenten af, dan zoek ik uit waar hun mascotte is. Je kan ze het beste afleiden door hun voetbalmonument te bekogelen met toiletpapier. Dat trekken die sportfreaks echt niet. Oké, okay, prima. Ik ga een monument gaan bekogelen met toiletpapier. En ik ben benieuwd. Ik denk dat dan... Oh, het wordt nacht. Ja, ja, zeker weten. De bewakers zijn al hier ter plekke. Ik kon het weten. Ik kon het serieus weten. Ze zitten overal. Maar dat monument moet ik gaan bekogelen. Oeh, nee! Wegwezen, ja! Wegwezen! Oh, ze zitten overal, die bewakers. Opzouten. Opzouten, bewakers. Nee! Nee! Wegwezen! Jullie mogen niks doen bij me. Ja, ik heb ze alle drie! Zo doen we dat. Zo doen we dat. 410 van de 450. En wat krijgen we? We krijgen een gouden ster. Kijk, dat is altijd goed. Dat is heel positief. Als we een gouden ster krijgen, dan zitten wij helemaal in de... Ja, niet in de puree. Dat vindt Rick Smit ook, die net is online gekomen. Kunnen we dit gaan versieren, deze prullenbak? Want ik wil hier wel wat moois van maken. Kijk eens, want we hebben heel veel dingen vrijgespeeld.
De schreeuwenergielanceertoestel. Ik ga die eens doen. Kijk eens even. Wordt een kite gelanceerd. En, misschien kunnen we wel nog zo eentje maken. Als we nou hem zo instellen. Ik ga eens kijken wat de missie is, want ik snap er helemaal geen reet meer van. Koppel 2 grap lanceertoestellen aan elkaar op de TU Angstcampus. Koppel 2 grap lanceertoestellen. Nou, dat is dan, lanceertoestellen. Deze zijn aan elkaar gekoppeld, of niet? Als het goed is, heb ik hem nu klaar, toch? Wacht, laat me nog eens wel proberen. Ja, 2 van de 2. Yes! Ja, ik dacht al. Echt buitenaards goed, zeg. Buitenaards goed, dankjewel. Ik ben buitenaards goed. Ja, er is nog wel een missie, maar die weet nog steeds niet hoe ik die moet halen. Dus die doe ik nog eventjes, die zet ik nog even in het rood. En ik ga eens even naar... En Ricky Go Games komt ook online. We gaan praten. Krijg nou wat. Het laatste grapding werkt echt als een dolle. En ik dacht bij mezelf, wat zou er gebeuren als we een paar van die dingen aan elkaar zouden koppelen met een leuke genadeklap? Dat veroorzaakt zo'n schok dat het oranje van de angst TU er pardoes van gaat wieberen. Oké. Ja, ze willen iets gaan doen. En ik snap ook wel wat. Maar ik weet niet... Dat lijkt me best wel pittig. Hoe gaan we dat doen? Ik denk, van die ga je naar die. En dan deze moet je versieren met een bom of zo. Maar ik weet niet of er een bom is, een zetelraket. Ligt het opsluiter? Even kijken wat hij nu doet. Ja, ik denk niet dat dit goed is hoor, wat ik doe nu. Pets! Holy crap! Zo! Oh, dan moet ik hier natuurlijk nog wat anders doen. Een grote bom. Ja, een bom gaat dat niet, hè? Ik kan het wel proberen. Kijk, als we deze nou hier doen. Zo, 2 van de 3. En dan hier. Deze versieren. En dit wordt dan een klapper. Ik ga wel een test doen. Hup, 1, 2, 3. Zo! Pats! Dat is toch goed, of niet? Nou, mensen, ik sluit deze video af voor deze keer. Dit is een best wel lastige quest. Vergeet geen like te geven en te abonneren midden van het scherm. Zien we volgende keer terug met nieuwe Disney Infinity. Doei doeg!